Het kan iedereen overkomen. Tijdelijk geen inkomen hebben, waardoor er een beroep gedaan moet worden op de participatiewet. Bijvoorbeeld door het verlies van een baan, na scheiding of na het beëindigen van een studie. In Ede ontvangen 1850 huishoudens, zowel alleenstaanden als gezinnen, een bijstandsuitkering. Net zoals Jason. Hij werkte bij een bedrijf in Lunteren, maar door de bezuinigingen werd hij ontslagen en nu moet hij een uitkering aanvragen. Toen Jason zijn baan was kwijtgeraakt, kreeg hij eerst de WW en daarna moest hij online op werk.nl een uitkering aanvragen. Ik moest inloggen met mijn DigiD en met een half uurtje had ik de uitkering al aangevraagd. Jongeren tot 27 jaar kunnen niet online via werk.nl een uitkering aanvragen en moeten langskomen op het werkplein. We kijken dan of het volgen van een opleiding tot de mogelijkheden behoort. Ook geldt er een wachttijd van 4 weken waarin de jongere zelf op zoek moet gaan naar werk. Nadat Jason online zijn uitkeringsaanvraag had gedaan, moest hij zich binnen 2 werkdagen melden op het werkplein regio Food Valley. Er wordt dan al gelijk een kleine screening gedaan. Wanneer je een uitkering hebt aangevraagd, word je ook direct uitgenodigd voor de voorlichting rechten en plichten. De gemeente Ede vindt het namelijk belangrijk dat iedereen de rechten en plichten kent van de participatiewet. Tijdens deze voorlichting krijg je meer informatie over inkomensondersteunende regelingen en het aanvragen daarvan. Na de voorlichting rechten en plichten wordt er een afspraak ingediend voor een intakegesprek met de reïntegratieconsulent. Er volgt een brede uitvraag op alle leefgebieden. Waar heb je ondersteuning bij nodig? Bijvoorbeeld bij het inkomen, schulden, werk of zorg. Daarna heb je meteen een gesprek met de inkomensconsulent. In dit gesprek stellen we het recht op uitkering vast. Daarvoor moet je bewijsstukken overleggen, zoals bijvoorbeeld een huurcontract, bewijzen van inkomen en bankafschriften. Ik vond het fijn dat me uitgelegd werd wat me te wachten stond. Ik vond ook iedereen echt enorm vriendelijk en ze deed echt duidelijk uitleggen. Dus, ja. Bijna iedereen neemt deel aan de introductieweek. In deze week maak je onder andere een stappenplan voor jezelf en voor de komende periode. In de introductieweek gaan we in groepsverband werken aan een persoonlijk stappenplan. We doen het aan de hand van een aantal praktische oefeningen. Belangrijk is wat je wilt bereiken in de toekomst en hoe gaan we dat aanpakken. Ja, tijdens deze dagen kregen we meer inzicht in wat onze vaardigheden kunnen zijn en waar ik goed in ben. Ter aanvulling op het stappenplan moet er ook gekozen worden voor een training of project. Dit doe je samen met je reïntegratieconsulent. Er wordt van iedereen verwacht dat hij of zij participeert in de maatschappij, of dat nu betaald of onbetaald is. Het is belangrijk dat iedereen meedoet en dat kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo kan er worden gekozen voor het volgen van een sollicitatietraining, waarbij in 4 weken tijd je aan de slag gaat met je elevator pitch, je cv, je sollicitatiebrief, je netwerk, sociale media enzovoort. Ook kun je een reïntegratietraject volgen om weer aansluiting te krijgen bij de arbeidsmarkt. Je moet ervoor zelf aan de slag. Er worden verschillende projecten aangeboden om je te ondersteunen bij het vinden van werk, zoals participatieplaatsen om werkervaring op te doen. Zoals je kunt zien is de aanpak van de gemeente Ede intensief, maar met succes. In 2015 hebben we 279 inwoners met succes naar betaald werk bemiddeld. Naast deze uitstroom participeren veel mensen in de Edese samenleving, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Zo kan iedereen meedoen. Ik heb mijn cv ingevuld en dan ook gewoon aangepast. Nou, en ik heb enorm veel informatie hier gekregen. Ja, ik ga er gewoon voor. Ik hoop echt gauw gewoon weer een leuke baan te krijgen. Heeft u nog vragen? Kijk dan voor meer informatie op ede.nl/werk en inkomen. Of kom gerust langs op het werkplein Regio Food Valley.